De eerste editie van de Utrecht Science Week is een feit. Op het Utrecht Science Park bogen we ons over de thema's duurzaamheid en gezondheid. Met interessante gasten, workshops en inspirerende gesprekken. Ruim 100 studenten begonnen eerder die week al aan de Sustainable Campus Challenge. De teams strijden tijdens de Science Week om een plek in de pitchfinales. Een van de meest invloedrijke economen van dit moment trapte de thema's af. Researchers know that theory is based on a lot of assumptions. Being much more explicit about how the current problems that we are facing require rethinking those very assumptions about how the system works. There's no better place than universities to really foster that new conversation. Bij Hogeschool Utrecht vond onder leiding van Frank van der Linden de Dag van de Duurzaamheid plaats. Het mooie van de Utrecht Science Week is dat we de resultaten daarvan, van die samenwerkingen, ja, kunnen laten zien op het gebied van duurzaamheid en morgen over gezondheid. Als je de hele economie wil gaan ombouwen, betekent dit een hele grote investeringsagenda waarin de politiek veel sturender moet zijn. De laatste dag van de Science Week stond in het teken van gezondheid. Van treffende keynotes met innovatieve oplossingen tot scherpe interviews met jong talent. Als je kijkt naar hoe de departementen functioneren bij de overheid, dan is duurzaamheid is echt niet een onderwerp dat bij het ministerie van VWS hoog op de prioriteitenlijst staat. Ten onrechte. Maar wat is eigenlijk gezondheid? Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte. Als het probleem heel erg groot wordt en vergelijkbaar wordt met een pandemie die we nu hebben gezien, dan ben ik ervan overtuigd dat de wetenschap ook heel snel met oplossingen komt. Dus wij zijn eeuwig houdbaar. Ja. Ik ben absoluut niet ervoor om eeuwig te gaan leven. Wat zouden jullie nou doen als je minister van VWS zou zijn? Als we uiteindelijk een gezonder Nederland willen, gaat het om een gedragsverandering. Wat je gewoon nu wel in de praktijk ziet, is dat we gewoon te weinig psychologen hebben. En als afsluiter natuurlijk de pitchfinale van de Sustainable Campus Challenge. In the Netherlands we have a problem, and that is that everyone is sitting too much on their butt.